Hartelijk welkom bij 6 Inside met vanavond aan tafel Sandra Schuurhof, Take Takema en Albert Verlinde. We beginnen met het fenomeen crowdfunding. Daar zijn we ook niet onbekend mee. Hey. Want de ene actie is nog niet voorbij of de andere actie wordt alweer opgezet. Met z'n allen geven we dan pakken geld uit, massaal. Maar de gevolgen daarvan zijn soms niet te overzien. De ene na de andere crowdfundingsactie wordt over de hele wereld opgezet. Recent was er een grote actie voor de verdwenen profvoetballer Salah om de zoektocht te kunnen hervatten. Wreckage from the plane carrying the missing Cardiff City footballer Emiliano Salah and pilot David Ibbotson has been found. Met een crowdfunding weet je heel concreet naar welke persoon of welk initiatief gaat dat geld. Wat gebeurt ermee? De media die nemen dat ook vaak op en die laten dus zien inderdaad wat er van terecht is gekomen. Het is natuurlijk prettig geven als je weet wat ermee gebeurt. Ook in Nederland blijven acties komen. Zo wilde de vaste kijker van het programma Een Huis Vol de alleenstaande papa Jay steunen. Hij stelt als doel 5000 euro, maar de teller gaat het bedrag al snel voorbij. 94.200 euro. Ja, goed zo. Ik kan me heel goed voorstellen, papa Jay is natuurlijk een hele bijzondere situatie. Dan krijg je inderdaad dat mensen geld voor je gaan inzamelen. En dan is het natuurlijk logisch dat andere gezinnen die zeggen, ja, maar wij hebben het eigenlijk, als we zo zijn situatie zien, hebben wij het zelf als gezin nog veel moeilijker. Ze kunnen studeren, ze kunnen de rijbewijs halen en dat gaat gewoon op een spaarrekening. Oud-wielrenner Rini Wachtman zet zich in om voormalig bokser Rudy Lubbers en zijn vrouw weg te halen uit Bulgarije. Ik begrijp dat er al heel veel reacties zijn gekomen en mensen willen al helpen. Ik werd gebeld en het was overweldigend wat er op Twitter, Facebook en in de sociale media gebeurde. Ik heb zelfs bedragen gezien die dus de 5 euro dik overschrijden. 250, 500 en zelfs 1000. Nou, je kan je voorstellen, als mensen een crowdfundactie beginnen, dan doen ze dat meestal niet met toestemming van de persoon waar ze dat voor doen. Krijgt die en heel veel aandacht, er moet heel veel georganiseerd worden, allerlei zaken waar die mensen en geen ervaring mee hebben en soms ook niet op zitten te wachten. Ja, niet op zitten te wachten. Het is toch juist mooi als je mensen kunt helpen, of zie ik dat verkeerd? Nee, het is wel mooi. Ik vind het trouwens heel goed om dit eens een keer op een rijtje te zetten. Het is toch een beetje een trend geworden, hè? Nederlanders zeggen vaak, ja, we geven wel aan goede doelen, maar dat moet een beetje dicht in de buurt zijn. Nee, het is een soort nieuwe nationale actie ontstaan. Dat als we iets zien op tv wat ons raakt, en waarvan je denkt, oh, dat blijft niet aan de strijkstok hangen, dan gaat het rechtstreeks naar degene toe voor wie het bedoeld is, dan denken we, dat gaan we geven. Dat is leuk. Maar op het moment dat je met heel veel mensen naar iets kijkt, en met heel veel mensen denkt, jeetje, wat is hier aan de hand? Dan ga je ineens heel veel geld geven. En misschien wel veel meer dan iemand eigenlijk aan kan op dat moment. Dan kom je eigenlijk een soort situatie terecht waar je terechtkomt als je de postcode loterij wint. Of de staatsloterij wint, een groot bedrag. Dan word je ook een beetje begeleid hoe je daarmee om moet gaan. Ja, want de begeleiding is er niet, hè? Nee, die is er niet. Dus ik denk inderdaad dat dit gaat zich vanzelf professionaliseren. Ik denk dat er nu vanzelf mensen opstaan die zeggen, nou ja, als een crowdfunding is, dan moet je iemand hebben die hem organiseert. En je moet iemand hebben die zorgt dat degene die het ontvangt uiteindelijk goed begeleid wordt. Dit is natuurlijk een trend aan het worden. Dit gaat alleen maar door de komende tijd. En als je naar die papa Jay kijkt, die heeft al bijna 100.000 euro. En dat heeft iemand voor hem georganiseerd. En papa Jay vertelde ons dat er zelfs iemand gezegd heeft, ik ga het bedrag nog verdubbelen. Echt waar? Dan heeft iemand, dat is fantastisch nieuws, dan heeft hij 200.000 euro. Maar het is nog een beetje onduidelijk of dat ook echt gaat gebeuren. Of het gaat gebeuren, dan is het helemaal helder. Maar het geeft wel aan, één, hoe gek iemand gemaakt wordt. Ja. Want 100.000 is al heel veel geld. En ineens zitten ze achterover, jeetje, hier heb ik wel 200.000 euro. Dus dat wordt zo'n mindset waar je mee om moet leren gaan op dat moment. Dat is best wel een uitdaging. Nou kwam ik toevallig, die papa Jay, vorig jaar januari kwam ik van Curaçao. En toen stapte hij met z'n vijf coaches het vliegtuig in. Hoe die man dat man is, dat is wel, ook in het echt dan. Ik was er echt diep van onder in. Die kist allemaal goed gemanierd. Ja meneer, niet tegen mij hoor, maar gewoon tegen bij het inchecken. Ja meneer, nee meneer, ja mevrouw. Denk, doe maar eens in je eentje. Ja, het heeft echt goed voor elkaar. Ja. Ik vind ook het hele Rudy Lubbers verhaal, dat is natuurlijk ook zo spannend wat daar gebeurt. Die man heeft toch een beetje ook zelf dat leven opgebouwd daar. Daar komt een cameraploeg langs. Dat we ineens, nou ja, komt hij naar Nederland toe. Dan moet je maar kijken hoe dat dan bevalt. Hè? Want dat is toch aanpassen waar die man in zit. Ja. En we hebben even de NTR gebeld, die andere tijden sport heeft uitgezonden. Want wat is nou de verantwoordelijkheid als programmamaker? En zij zeggen, ja, dat is best ingewikkeld. Natuurlijk kun je zeggen, wij gaan die man geld geven omdat hij aan het programma meewerkt. Maar dat mogen wij niet als publieke omroep. Wij mogen niet iemand die een interview geeft, die meewerkt aan een reportage, betalen om dat te doen. Maar ik denk dat ze ook gehoopt hadden op deze uitkomst natuurlijk. Op het moment dat je het laat zien. En ja, dan brengt dat iets teweeg in de samenleving. Ja. En zij waren anders gewoon met z'n tweeën daar waarschijnlijk dood gegaan. Ja, klopt. Dus het is gewoon fantastisch dat door zo'n
ja, door zo'n uitzending, dat het nu hopelijk deze mensen gered zijn. Ja, en dat de NTR, want dat moet ik ook zeggen, die hebben dan geen geld gegeven, maar die hebben onmiddellijk na de opname, of tijdens de opname, is eigenlijk al Buitenlandse Zaken gebeld. Van hier zien we een situatie waar echt ingegrepen moet worden. Die hebben ook onmiddellijk Rini Wachmans gebeld van, ga jij voor ons zo'n actie organiseren? En onmiddellijk contact genomen met instanties die hierover gaan. Dus die hebben wel hun verantwoordelijkheid genomen als programmamaker. Dus... Maar ik hoop dat deze trend doorgaat. Dat iedere keer als we denken, nou, weet je, die heeft iets nodig, dat we het doen. Toch geweldig, ja, de gemeenschap. Ik kan me voorstellen dat je uiteindelijk wel inderdaad zit thuis. Ja, waarom ik niet? Dat zal je natuurlijk altijd houden. Dus ja, en mensen dat die... nou ook, dan wil ik graag voor taak maar nu een crowdfunding starten. Nee, precies. Ik heb het zwaar. Ik heb het zwaar thuis. Maar je bedoelt, een beetje, dit is een nieuw soort loterij. Als jij toevallig uitgezocht wordt voor een tv-programma, precies, je kunt beter aan zo'n programma meedoen dan een quiz bij. Er is altijd iemand die het nog zwaarder heeft, die het nog meer verdient, of hoe je het maar wil zeggen. En dat blijf je natuurlijk al houden. Nee, niet zegt dat zij het niet verdienen. Maar ja, ik denk dat sommige mensen die dat zwaar hebben, door dit soort dingen ook wel weer zwaarder krijgen nog. Ja, 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 misschien is dat lokaal ook meer graag. Oprah Win.